Hallo en welkom weer bij een nieuwe aflevering. En zoals jullie zien, een nieuwe locatie. We zitten vandaag in de Maagd Maria Kerk in Amsterdam, want dat heeft een bepaalde reden. Vandaag gaan we het namelijk over het doopvont hebben. We zijn verder in de serie van hoe de kerk eruit ziet. En daardoor gaan we vandaag bespreken een belangrijk gedeelte in onze kerk, namelijk het doopvont. Doopvont, we staan dit keer ook achter in de kerk, helemaal bij de ingang van de kerk. En dat heeft een reden. Doopvont is het begin van eigenlijk alle sacramenten in de kerk. Het allereerste sacrament waarmee wij beginnen is het sacrament van de doop. Om gedoopt te kunnen worden, wordt de nieuwe persoon gedoopt in het doopvont. En dat gebeurt dus aan het begin van de kerk, omdat het dus ook het begin van alle sacramenten en het begin van het nieuwe leven met Christus is. Laten we samen verder gaan richting het doopvont. Zoals ik dus zei, het begin van alle sacramenten en alles begint dus hier. Hier komt de nieuwe christen, dat kan een klein kind zijn, het kan een volwassene zijn. In ieder geval de nieuwe christen komt hier om gedoopt te worden. Gaan we verder. Gebruikelijk zien we dat het doopvont in een aparte ruimte aanwezig is in de kerk. Hier in de Maagd Maria kerk zien we dat het echt een hele aparte ruimte is. Een voorhangsel ervoor dat het echt gescheiden is van de rest van de kerk. En er zijn een paar aspecten die ik met jullie wil bespreken. Ten eerste natuurlijk het doopvont zelf. Het doopvont moet groot zijn, moet breed zijn, er moet water in kunnen en eigenlijk alle soorten personen moeten erin kunnen passen. Gebruikelijk zien we heel vaak dat de jonge kinderen die pas geboren zijn erin gaan, maar het kan ook zijn natuurlijk dat een volwassene erin gedoopt moet worden. Dus we zien eigenlijk in alle kerken zien we grote doopvont waar heel veel mensen in zouden, of alle soorten mensen in zouden kunnen passen. Bovendien, zoals ik zei, komt er water in. Dat water, dat wordt tijdens het gebed van het sacrament van de doop, wordt natuurlijk geheiligd door de gebeden. Maar doordat het water in zit, moet het materiaal waarvan de doopvont gemaakt zijn, bestend zijn tegen water. Je gaat geen hout gebruiken als een doopvont, dat gaat niet goed met water uiteraard. Maar dat zijn dus allemaal materialen die daarvoor bestemd zijn. Naast het doopvont zelf zien we altijd een icoon van Johannes de Doper, of van de doop van Jezus Christus zelf. In die doop zien we een paar belangrijke aspecten. We zien de duif. De duif is een teken van de Heilige Geest over het doop heen. En eigenlijk al die aspecten worden nagebootst tijdens het sacrament van het doop. Over het sacrament van de doop zullen we nog een later filmpje doen, maar nu alleen even een kort introductie over het doopvont zelf. Maar dus wat we zien een grote doopvont en we zien het icoon van het doop van Jezus Christus. Vervolgens zien we een kast. In deze kast zijn eigenlijk alle materialen, alle benodigdheden die worden gebruikt tijdens het sacrament van doop. We zien olie, 3 verschillende soorten olie worden gebruikt gelijk na het sacrament van de doop. Namelijk tijdens het sacrament van het vormsel of meeroen in het Arabisch. Namelijk de olie van het chrisma, de olie van de galiloen en de olie van de apocalyps. Deze kast is gesloten en niet bestemd voor het publiek. Deze kast is alleen bestemd voor de priester die het sacrament van de doop uitvoert. En daarom worden alle belangrijke dingen daar ook in bewaard. Ten slotte zien we een tafel. Zou je misschien niet verwachten, maar nadat sacrament van de doop heeft plaatsgevonden, wordt het kind gelijk op de tafel geplaatst. Het kind, als het een kind is natuurlijk, is er eerst wel natuurlijk een doek onder natuurlijk, hij is nog nat geweest. En vervolgens zal het sacrament van het vormsel op deze plaats plaatsvinden. We hebben 3 dingen, korte samenvatting. We hebben het doopvont zelf, die moet groot zijn, bestemd tegen water, eigenlijk voor praktische redenen. Icoon van doop van Jezus Christus en een kast met alle benodigdheden. En vervolgens dus een tafeltje waarin het kind het sacrament van een vormsel krijgt, waarbij met alle 3 de oliën 36 keer op het kind een kruisteken wordt geslagen. Alles over het doopvont is hierbij uitgelegd. Voor meer details komt er nog een filmpje over het sacrament van de doop zelf, waarbij alle riten en alles uitgebreid wordt besproken. En bedankt voor het kijken. We zien jullie graag verder in een volgende aflevering.